De NV Luchthavenbeheer heeft afgelopen zondag een seminar gehouden met als onderwerp The Route to 1 Million Passengers. Door middel van presentaties zijn de aanwezigen geïnformeerd over hoe het bedrijf het aantal passagiers wil verhogen. Volgens minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn we te veel afhankelijk van externe factoren wanneer het op investeren aankomt. De bewindsman hoopt dat de NV Luchthavenbeheer een stap dichterbij komt van de ambitieuze doelstellingen. Hier zullen we vandaag heel erg veel over horen en dat is dat de airport, onze NV Luchthavenbeheer, we uitgroeien naar een faciliteit waar we minimaal 1 miljoen passagiers per jaar moeten kunnen afhandelen. Maar daar is veel meer voor nodig dan alleen maar een airport facility bouwen. Dus ik hoop dat vandaag met de discussies, maar ook met de inleidingen die we gaan volgen, dat we met elkaar toch in één richting gaan nadenken hoe dat te realiseren en wie op welke manier de bijdrage daar naartoe kan leveren. Timothy Mendonça, hoofd Corporate Planning en Ontwikkeling van Luchthavenbeheer, gaf aan dat niet alleen via de luchthaven mensen ons land binnenkomen. Op Zanderij worden wel de meeste toeristen afgehandeld en dat is meer dan 71%. Alles wat we doen is anticiperen op de groei, zegt Mendonça. Dus alles wat we doen en alles waar we technisch, luchtvaarttechnisch aan moeten voldoen, is gelinkt aan dit soort zaken. Zo moeten we bijvoorbeeld minimale standaarden hebben voor de brandweerwagens, waar we vorig jaar hele grote investeringen in hebben gedaan. Maar ook faciliteren we de air traffic control, waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, dat valt onder de luchtvaartdienst. Maar waar wij wel heel erg trots op zijn dat we dit jaar in augustus weer al de navigation aids, de ILS en al dat soort zaken weer zijn geupgraded. Waardoor wij als airport ook weer voldoen aan die standaarden qua veiligheid. Dat staat centraal. Sinds juli 2016 hebben we de vertrekhal overgenomen. Voorheen was het onderdeel van de SLM. Dat valt nu onder ons. Dat betekent dat wij echt als landlord overal kunnen bepalen over wat er op die airport daadwerkelijk gebeurt. En dan meer in de mindset van service level. En in dat kader zijn we vorig jaar begonnen om de vertrekhal te upgraden. Wie in de afgelopen jaar heeft gereisd, 10 maanden zijn we al bezig, zie je dat er een heleboel activiteiten gaande zijn in de vertrekhal. Dat was Timothy Mendonça, hoofd Corporate Planning en Ontwikkeling van NV Luchthavenbeheer. Hij sprak zondag tijdens het seminar met als thema The Route to 1 Million Passengers. Het seminar is gehouden tijdens de United Caribbean Business Beurs.